Ik heb echt pijn aan mijn voeten, man. Ja, ik dus aan mijn hand. Wat hoe dat? Ja. Hoe lang zijn we al onderweg, man? Het moet hier ergens zijn. Waar gingen we ook weer heen? Lonely Falls. Oh ja, dat was het. En we kwamen... Ja, oh, daar, oh. Daar is wat? Het. Ik zie een huis. Eindelijk. Nee. Eindelijk. Ja, kijk hier dan. Hier is een pad en alles. Naar pad. Naar pad? Ja. Niet goed? Waar zijn we? Als het goed is, moet dit Lonely Falls zijn. En als dat het niet is, maakt dat niks uit. Want eindelijk, we zijn ergens. Oh, wat? Wow. Hey, schapies. Hallo. Hallo. Is dit Lonely Falls? Jazeker, dit is Lonely Falls. Yes, we zijn er. High five. Yes. Woehoe. Maar, ik zie hier bijna nooit mensen. Wat doen jullie hier? We hoorden veel over deze plek. Oké. Ze zeiden dat het heel cool was. En zo. Tja. Veel beter dan in Steenburg. Ja, als je in Steenburg woont, dan is bijna alles. Dan lijkt bijna alles beter. Maar kom maar even binnen. Deur achter je dicht doen graag. Nou, als jullie van Steenburg komen, dan hebben jullie vast een lange reis achter de rug. Ja. Ga maar even zitten, dan pak ik wat eten voor jullie. Oh, graag. Ja. Eten. Even kijken. Even kijken eens even aan. Zo. Zo. Wow, wat is dit? Wat is dat? Steak! Oh mijn... Steak! Ja, steak! Oh, dat is super lekker! En ik... Ja. Oh, ik krijg ook steak. Oh mijn god. Ik ben echt dankbaar. Veel beter dan het vorige beeld. Wat? Ja. Oh ja, ik heb het veel geluk opgepakt. Sorry. Nou. Maar... Oh, lekker. Maar welkom in ieder geval. Oh, welkom. Dank u. Oh. Ik ben trouwens Knijer. Oh, goeiedag. Hoi meneer Knijer. Goeiedag. Ik ben Dingen. Juist, ja. Ja, ik ben Vasco D. Kent u dat? Is dat niet die organisatie die... Ja, ik heb er wel iets over gehoord, maar... Nou ja. Maar goed, het zal wel boeien. Ja. Dank u alsnog voor de steek. Maar goed, wat nu? Ja, we wilden hier graag wonen hier in Lonely Falls. Wonen? Ja. En jullie zijn hier uit jullie zelf naartoe gekomen? Ja. Ja. Interessant. Vraag niet waarom. Nee, nou goed. Kom maar even mee naar boven. Ik heb wel wat spullen voor jullie. Oeh. En dan zal ik jullie ook even een rondleiding geven. Ja, ik wil meer van deze plek zien. Oh, mag ik eerst? Ja. Nou, als jij eerst wil, dan kun jij eerst. Hier is een schoorsteen. Awesome. Waar? Hier. Waar ben je? Hier, kijk. Oh, hier. Holy shit. Dan. Nou, meneer Squadé? Ja, dat ben ik. Ja. Denk ik. Nou, hier. Oh! Ze hebben hier ook een hekje. Oh, broek. Broekie? Oh, schoenen. Oh, dat zijn echt Nike Air Max. Beter. Nike Air Max? Ja, heeft ze er nooit van gehoord? Nou, nee. Oh. Nou, dat vind ik jammer. Ja, ik woon hier ook erg alleen, hè? Ja, oké, dat is warm. Ik ja, ik wil wel een mooi nieuw patas. Oh, kijk mijn schoenen. Oh. Nu komt de rest. Ja. Want je krijgt ook nog wat standaard spullen om een beetje een huis te kunnen bouwen. Oh, moeten we ook nog zelf een huis bouwen? Ja, nou, dat ga ik niet voor jullie doen. Ik bouw wel het kost tenminste geen geld, zoals in Steenburg. Dat is jouw spullen. Meneer Dingen? Jij moet even aan de kant, anders pak jij het ongeluk op. Zo. Zo. Nou. En deze. Wow, een vet zwaard. Wauw. Ja, je moet jezelf hier wel een beetje kunnen verdedigen. Ja. Dit is de laatste uitpost voor... Wacht! Wat?
Had u het nu over verdedigen? Ja, inderdaad, ja. Wat is hier gaande? Gaande? Ja, want als we ons moeten verdedigen, wat voor dan? Ik heb geen panda's. Oh ja, die komen nog. Oh, okay. Oh sorry. Oh, dat was niet te bedoelen. Oh. Maar goed, Waarvoor dan? Ooit gehoord van het zombieland. De watters? Ja. Oh, nee. Nee, niet weer. Ze zeiden, oh mijn god, nee. Ze zeiden Steenburg. Ze hadden het in Steenburg al over. Maar ja, om Steenburg zit een grote muur. Tja, nou ja, dit is de laatste uitpost. Verderop, verder de bergen is, in, daar zitten een heleboel monsters en vreselijke. Daar is het echt een vreselijke bende, dus daar moet je vooral niet naartoe gaan. Maar het kan gebeuren dat ze hier komen. Vooral 's nachts is het hier echt een bende. Dus kijk vooral goed uit. Maar ik zal jullie even een rondleiding geven. Ja. Door het gebied. Auw. Het wordt al donker, zie ik. Nee. Als het donker wordt, wat gebeurt er dan? Ik heb een zwaard. Ja. Kom maar even binnen. Oh. Ik weet wel iets. Schrok me. Ah. Even kijken. Oh, pak even zo. Doe de deur dicht, doe de deur dicht. Niks aan de hand. Oh, ik schrok me Zo terug. Oh, doe de deur dicht. Oké. Hey. Wat? Deze gast lijkt heel rijk. Weet je, wat ik zo net nog tegenkwam? Nou? Ik zag even in die kist allemaal diamond stuff. Moeten we echt kijken. Kijk. Hey! Ja, ik ben er weer. Hey! Eén moment. Zo. Leggen we deze schaar weer terug. Zo. Ik heb een bed. Ja. Ik ook? Er staat boven ook nog een bed. Oh, die haal ik. Die mag je pakken. En dan kunnen jullie hier maar, gaan jullie hier maar op de vloer. Ik slaap wel boven. Oh, ik lig al. Oh, dit bed ligt lekker. Oh, ja. Oh. Mijn rug is zo'n beetje draaien. Oh, mijn rug. Oh, lekker slapen, jongens. Oh, mijn rug doet rusten. Goedemorgen. Morgen. Nou. Wat gaat slapen toch snel? Ach ja, die mag je wel houden. Nee, wacht. Meneer Dingen, als u dat bed nou aan mij geeft, dan regel ik een schaar voor u. En dan kunt u zelf een bed geven. Goed. Dan gaan we naar beneden. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou. Wacht. Hallo, John. Goedemorgen. Ik zal de schaar even pakken. Dingen. Kijk. Holy shit, doe het weg. Het is wel lekker druk hier, zeg. Dit ben ik niet gewend. Wow, die schapen zijn wel heel mooi. Nee. Doe de deur dicht, deur dicht. Bedankt. Dat is wel een heel mooi schapie. Zo. Ja. Wat? Heb jij nu de wol opgepakt? Ja, mag ik het, want ik moet een bed maken. Ja, die is voor me de dingen. Binnen staat wel een... Een werktafel, dus... Hier. Pak het. Nou goed, dan laat ik jullie nu even de boel zien. Ja, ik moet eerst nog even bed bouwen. Ja, oké. Ik wacht. Ah. Ja, gelukt? Is het gelukt? Ja. Yay! Oké, mooi. Nou, laten we hier beginnen. Dit is dus de poort, daar zijn jullie waarschijnlijk doorheen gekomen. Ja. Kijk, daar zie je het al. Heeft u dit allemaal zelf gebouwd? Nee, dit heeft mijn vader gebouwd. Zombie, nee! Geeft niks, hij komt het land niet op. Schrok me dood. Oh man! Nee! Nou, grijp een zwaard dan. Nee. Waar? Ik ga niet met dat beest vechten. Waar? Zie je niet. Oh. Wat is dat? Daar ga ik niet heen. Oh, no way. Waar is hij? Daar links van je. In het water. Maar goed. Helemaal door. Jullie maken je druk om niks. Ja. Ik leef toch ook nog steeds. Kunt u zeggen, meneer? Ik leef toch ook nog. Ik woon hier al bijna 10 jaar. Ja. Nou goed, daar is dus de haven.
Ja, het zal wel. Hier hebben we de farm, hier een fontein. Ben ik best trots op. Heeft hij dit allemaal zelf gebouwd? Nee, nou ja, deze fontein heb ik wel zelf aangelegd. Maar dit fort was hier al lang voor mij. Mijn vader heeft me hier alles geleerd, zodat ik hier... Hoe heet je vader? Mijn vader? Ah, wat is dat? Een enorme spin! Ik ben bang voor spinnen! Kom, jongens! Ik ben bang voor spinnen! Tonal! Kom binnen! Meneer! Kom binnen! Wat? Ja. Oké, ik pak een zwaard en ik maak er een einde aan. Dit is gekke werk. Een enorme spin! Oh. Waarom zijn we hier ooit heen gegaan? Nou, even kijken. Doe dit! Ellendige ding. Oh, we moeten meer pakken. Ik weet waar alles ligt. Ja, nu nog niet. Hij heeft het zo door. Moet hij sterker worden. Ja. Stel, hij komt. Ik hoor zijn voetstappen. Wacht. Als we terugkomen, is het een weer, jongen. Ja. Oh, dan gaan we hem helemaal vermoorden. Nee, ja. Als we terugkomen uit Steenberg, jongen, iedereen, al onze vrienden zullen opkijken en zullen jaloers zijn, jongen. Ja, dan zijn we niet meer zo suf. Nee. Maar dan zijn we gewoon de badass. Kom, we gaan heen. Kom. Waar heen? We gaan. Ja. Oké. Is hij dood? Ja, maar ik hoor nog één. Ach, die zal hieronder in de grotten wel zitten. Maar goed. Nou ja, de kust is veilig. Laten we verder gaan. Hier is de mijn. Maar ga niet te diep hier, in deze mijn. Waarom niet? Daar komen vaak zombies vandaan. Oh. Dus, Oké, ik ga nooit meer in deze mijn. Nope. Nou goed, hier hebben we even de wegwijzer voor als jullie de weg kwijtraken. Daar is de steengroeven. Die kunnen jullie gebruiken als jullie tekort hebben aan steen. En deze bomen mogen jullie allemaal hakken als jullie dat willen. Oké. Wat is daarboven? Daarboven? Oh, dat is een uitkijkpunt. Je mag wel even kijken als je wil. Ja! Kom! Ik ga weer naar binnen. Ik ga weer verder met mijn klusjes. Jullie redden je wel, hè? Ja. Oké. Wow. Kijk, daar is nog een poort. Hey, wat is dat? Oké. Kom, we gaan het er even voor hebben. Wacht. Kom, ik zag wat. Kom. Wat dan? Kijk, dit is waterval. Wow. Nee, maar kijk dit. Kijk dit aan. Wat is dit? Geen idee. Ik heb echt geen idee wat het is. Je moet toch wat vinden zijn? Zou je denken. Wacht, ik krijg door de bladeren. Wat? Wat is dat? Oké, wacht. Wat staat er? Huskila. Wat is... Geef eens, ik wil kijken. Ja. Kom hier, snapbeest. Kom hier. Kijk dan. Dood, mag ik hem weer? Sterf een pijnlijke dood. Ik hou hem in mijn zak. Ja. Kom, dan gaan we. Zullen we hier ons huis aanbouwen? Ja. Nee, dat is te klein. Ja, dat is te lelijk. Ik ga mijn huis hier bouwen, ja? Ja, is goed. Zo. Oh, wacht, ik kom weer snel. Tempo. Wacht. Laat ik deze spullen maar even in de kist leggen. Waar ga jij uitbouwen? Peter, gaan we gewoon samen wonen en houden we alles in één kist. Ja, yeah. Waar zullen we het van maken? Koppelstone en Oké, kijk, ik geef... Als jij het huis bouwt... Met hout? Oké. Even kijken. Ik geef alles wel gewoon. Ja. Ik maak meer... Hier. Meer hout. Wacht even. Ja, oké.
Ga jij anders in de steengroeven wat koolmijnen? Nee, dat durf ik niet in. Nee, in de steengroeven. Waar is die dan? Kijk hier. Hier was toch? Ja, kijk. Hier is geen mijn. Hier komen geen zombies, denk ik. Maar, ja. Ach, weet je, wat boeit dat? Wat boeit wat? Alles. Hoe bedoel je? Oké, weet je. We hebben nu wel dit zwaard, deze chestplate. Niet lastig. Zullen het een beetje lukken, oh, heren? Ja. Mooi. Ik zie dat het al, dat jullie al een begin hebben gemaakt. Ja. Ja, mooi. Bezig. Alleen, ik heb een vraagje. Oh, leuk. Ik hou van vragen. Ik ben slim. Hebben jullie misschien mijn diamanten chestplate gezien? Diamanten? Ja. Diamant? Is er iets van diamant? Het is een oude van mijn vader en die had hem weer van zijn vader. Hij is al heel lang hier in het fort en ja, ik zou het zonde vinden als ik hem kwijt was. Dus hebben jullie hem gezien? Nee. Als we dat hadden gezien, dan hadden we dat wel gezien. Dan hadden we hem echt gegeven. Ik snap het niet. Sarkistisch. Misschien een zombie of zo, maar dat zou toch niet kunnen? Zombies zijn veel te dom om zoiets te doen. Misschien. Ja, je weet maar nooit. Misschien heb ik hem ergens anders verstopt. Ik moet nog even goed kijken, denk ik. Oké. Nou, bedankt in ieder geval. Tot zo. Doei. Oh mijn god, hij had ons bijna door. Wees stil. Maar wat wil je zeggen? Maar ja, wij hebben hem, hè? Van zijn vader. Geloof je het zelf? Ja, ik wel. Maar boeit mij dat wat met zijn vader? We killen hem straks echt met... Oh. Nee, nu nog niet. Wanneer dan? Kijk, hij heeft veel armor. Nu nog. We moeten eerst zijn vertrouwen wekken. En daarna, als hij dan denkt dat hij ons kan vertrouwen, dan naaien we hem in de... Ja. Oké, dit huis moet wel af, hè? Anders help jij ook even. Nee. Ik ben te dom om te bouwen. Wat? Kijk, heb je dat nooit geleerd? Nee. Oké, beter gaan we slapen. Wat? Was de nacht? Zombies! Nee! 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 Zombies. Wat? Zombies? Zombies? Het is 's nachts! Nee! Komen er toch zombies? Oh ja. Shit. Ik wil snel slapen. Het is donker te worden. Ja. Ik ga maar eens naar bed. Ja, oké. Oké, kom. Bah. Ja, Oh. Is het al morgen? Denk ik. Goeiemorgen. Turn it up, throw down your motherfucking door. Oh guys, vond je dit nou een leuke video? Druk dan vooral op het blauwe duimpje. En abonneer. En dan zeg ik nog één laatste ding, jongens. Dat is later.